Hey dames en heren en welkom bij de videoserie waarin ik het Nintendo nieuws van afgelopen week samen met jullie overloop. Goed nieuws als je van weetjes houdt, want vanaf nu kun je elke maandagochtend een nieuw Nintendo weetje vinden op onze website. Benieuwd naar het eerste weetje van deze week? Check dan even de link in de beschrijving. Ik geef jullie alvast een bonus weetje, want deze is nog relevant. Het spel Minecraft is in totaal meer dan 144 miljoen keer verkocht. Dit liet de Minecraft baas Helen Chang weten. En ja, dat is toch wel een mooi resultaat aangezien het spel in 2011 officieel is verschenen. Maar ja, langs de andere kant moeten we ook rekening houden dat het spel op heel wat platformen is uitgekomen. PC, Android, iOS, Xbox 360, PS3 en 4, Xbox One, PS Vita en natuurlijk de Wii U, Switch en een nieuw Nintendo 3DS. Maar ja, laten we nu beginnen met het echte nieuws. Dit is week 16 van Daily Nintendo TV. Het bedrijf achter Fortnite zou eventueel het spel naar de Switch brengen. Je hebt hoogstwaarschijnlijk al van het spel gehoord bij vrienden of familie op hun PC of PS4. Maar wie weet zou jij binnenkort het spel kunnen spelen op de Nintendo Switch. Enkele video's terug zei ik dat de CEO van PlayerUnknown's Battlegrounds de game op alle platformen beschikbaar wil maken. En nu laat de creative director van Fortnite op Twitter weten dat hij zeker interesse heeft voor een port op de Switch. Zouden jullie graag Fortnite willen spelen op de Switch? Let me know. Er is nog hoop voor fans van Secret of Mana met een Switch. Secret of Mana is een populaire RPG uit de SNES tijdperk. En volgende maand komt een remake van dit spel naar de PS4. Ondanks een Switch versie nog niet is aangekondigd, is er nog wel hoop. Want Masura Oyamada, producer van het spel, heeft namelijk laten weten dat zijn team gaat kijken naar de mogelijkheden voor een eventuele Switch versie. De reden hiervoor is dat het team zeer verrast is dat er nog zoveel vraag naar is. De ontwikkeling van de remake begon 2 jaar geleden toen de Nintendo Switch nog niet aangekondigd was. En ja, toen waren er nog geen plannen voor een Nintendo Switch versie. Nintendo trekt de stekker uit Miitomo. Velen van jullie kennen waarschijnlijk Miitomo. Zo niet? Wel, Miitomo is de eerste ontwikkelde app van Nintendo uitgekomen voor Android en iOS. Met de Mii-personage die je gemaakt hebt, kon je contact maken met vrienden en onder andere grappige vragen beantwoorden en die dan vervolgens delen met andere gebruikers. Maar helaas, net als Miiverse gaan ze ook Miitomo niet meer ondersteunen. In de tussentijd kan je nog de app downloaden, maar microtransacties zijn niet meer mogelijk. Rond 9 mei zal de app definitief worden gestopt. Dus, heb je de app nog niet geprobeerd? Give it a try nu het nog mogelijk is. Miles en Kylo op weg naar de Switch. De ontwikkelaars achter het spel Kid Trip, die zowel voor de 3DS als de Switch verscheen, heeft aangekondigd dat Miles en Kylo, het vervolg van Kid Trip, ook naar de Switch komt. Miles en Kylo is een snelle platformer met retro graphics. Het verhaal gaat als volgt. Miles is dankzij zijn crash gestrand op een mysterieus eiland en blijkbaar is hij daar niet alleen. Samen met zijn hond Kylo bevinden ze zich op dit eiland. Al snel blijkt de crash geen ongeluk te zijn. Een mysterieuze personage heeft het vliegtuig gesaboteerd en de onderdelen gestolen. En het is aan jou de taak om deze onderdelen te zoeken en zo Miles en Kylo te helpen om van het eiland af te komen.